En nu de weersverwachting van de Meteorologische Dienst Suriname. Die geldt voor 24 uur vanaf vanavond 19:30. Aan het begin van de avond is er nog een enkele bui mogelijk. Daarna blijft het droog. Aan het eind van de nacht ontwikkelt zich mogelijk nevel in enkele gebieden. Morgen, woensdag 1 november, wordt het gedurende de middag lokaal tijdelijk bewolkt, soms met een bui. Er is ook een kans op een onweersbui. De Meteorologische Dienst waarschuwt dat morgen 1 november de gevoelstemperatuur hoger ligt dan de verwachte maximale temperatuur van 38 graden Celsius.